Yo mensen, welkom natuurlijk weer bij een nieuwe video van mij op dit kanaal. In deze keer zijn we met mijn gast in GTA Online. Hij doet het weer, gelukkig. Want ik heb een paar dagen heel lang gehad dat mijn GTA Online het gewoon niet deed. Dus dat was gewoon hartstikke vette shit. Maar nu doet het weer. Ik heb, als deze video online komt, 4 dagen niet geüpload. Het spijt me daar alvast voor, want... ik was even weg. Als je weg bent kan je het natuurlijk niet uploaden. Ik had er 1 in de upload staan. Die komt als het goed is... na deze video online. Als ik goed denk. Maar ja, dat weet ik nog niet. Ik zie wel, want ik upload eerst deze video. En daarna pas die andere, want... Want anders heb ik gewoon Insight in My Car video en niet uitgelegd wat er gebeurd was. Ik zeg nu heel veel sorry, ik moet even weer inkomen met praten en zo. Dus ja, we gaan even, ik ga weer zeggen, we gaan even mensen killen. Zo, wat zijn de meisjes? Oké, kijk even op de kaart. Wat is een leuk, ja. Die is mad en die gaan we ook killen. Want ik kill meestal nu mensen die mad zijn. Die zo'n rood bolletje hebben. Die kill ik meestal. Dat vind ik gewoon vet. Oh, rij maar, ja. Dus mijn auto naar de kloten. Nee, een grapje. Zo of zo. Ja, we gaan zo. Ik dacht even, kunnen we niet een andere weg nemen of zo? Nee, dat kan niet. Deze stuurt echt als de neten. Echt wel stom. Het stuurt echt zo vervelend. Oké, gas op de plank. En dan gaan we die gast even dus kop in schieten. Oké, wacht. Oké. Nou, ik heb deze. Waar is die? Waar is die? Heb je hier deze straat? Wat? Zo. Oké, nou dan gaan we er even doorheen. Wacht. Achterstevoren. Volgens mij blaast hij gewoon mijn auto op. Ah shit, hij heeft me gestoken. Sorry, ik was even langs de deur. Wat? Maar hoe kan hij mij raken? Ik had toch een armored auto? Hij raakt me gewoon vet hard. Ik had helemaal full body armor. Is dat weg? Kunnen we hier overheen? Ja. Eindelijk. In een heg waar we... Oké, zo. Even kijken waar die gast is. Wacht, ik zet eerst even geld op de bank. Dat is handiger. Oké, money receivers, Maze Bank. Sorry dat ik dit niet laat zien meestal, maar ik doe even geld op de bank zetten. Want ik wil niet eten alles kwijtraken als ik eten dood ga. Want dat zo ben ik eenmaal. Zo ben ik. Gewoon, weet je. Oké, kom met me, bro. Oh, hij is al weg, laat maar. Wat een pushy. Hey, we nemen die brandweerwagen. Dat is grappig. Oké. Hallo jongen. Eruit. Hoppa. Zo. Zo. Dat is super vet. Met zo'n spuit op de bovenkant. Maar het is eigenlijk doodzaai. Ik rijd even ergens heen, denk ik. Nee. Ik moet trouwens even geld verdienen, want ik moet die comment nog helemaal pimpen. En daarna moet ik voor de cheetah sparen. Sorry, ik heet het iets aan. Heel vervelend.
Maar dan ga ik voor cheetah sparen en dan voor iets anders. En dan voor iets anders. En heel leuk en leuk en leuk. Maar ik wil de cheetah en de cheetah. De cheetah. Ja, ik zei heel raar. En de Comet Pimpu. Nee, de cheetah en de entity. Die is best duur. En de entity had ik laatst nog gezien. Die is beter dan de Centurno. Dus waarom heb ik eigenlijk de Centurno gekocht? Vraag ik me ook af. Maar het is gewoon vet. Het is gewoon hartstikke vet. Oké, je moet even Oh wacht, ik zet even mijn sirenes uit. Aan de kant. Oké, dit schiet niet echt op. Ik moet even vehicle bellen. Oké, zo. Oh shit, ik wil niet verkeerd. Oké. Zo. En we doen even. Ken ik. Zo. Ik heb even mijn. Ja, we doen de. Doen een keer de. Wat gaan we doen? We doen de Jester. Ik ga niet met de Centurno. Wacht, ik moest even de Centurno. En dan ga ik er zo meteen. Ik neem gewoon de Centurno. Oké, nou moet ik even een beetje rondjes gaan rijden. Dat ik die politie wel een beetje kwijtraak. Oh, zo. Wat een drift skills van mij, hè, jongens. Wat een drift skills. Zo, tussendoor piepen. Hoppa! Dat kunnen zij niet natuurlijk, want ik ben 10 keer zo goed als hun. Met deze brandweerwagen nog wel. Trouwens, dit ding stuurt echt heel fijn. Beter dan een krummel armoord voor je gevoel. Hey, waar is mijn auto? Is daar mijn auto? Nee, daar is. Oké, sorry! Ik ga niet kap. En hij shotgun uit de shotgun. Snel, niet rennen. Zo, en we. Andere kant. Zo, en we smeren hem. Dit is mijn nieuwe collar voor de Centurno. Trouwens, ja. Deze heb ik ook bij. Kijk, zo. Zo zie je hem beter. Dus zeg maar red en dan purse. Oh, bounty trouwens. Wow, 7000 bounty. Die moet ik even killen. Maar het is black bij purslant rood. En dan de secondary color is ook red. Dus dit is niet echt heel ingewikkeld, maar gewoon een best vette kleur. Hij kostte wel veel geld volgens mij, maar echt 15.000 euro of zo. Ik wil hem eigenlijk veranderen, die red naar Torino red, maar dat zie je niet echt heel veel van. Eigenlijk kan het me eigenlijk helemaal niks schelen dus. Maar we gaan even die bounty killen. Dus gas op de plank. Oké, ik zie daar iemand. Die gaan we eens even pot rijden. Kijk, waar is die? Oh shit, hij stapt net in de auto. Kak. Maar we nemen die bounty wel als troost. Gas op de plank en karren naar dat ding. Shit, ik had stikbommen moeten pakken. Kak. Nee, meer. Hoppa, dood. You're mad, bitches. Oké, we hebben de bounty gekeild. Hartstikke mooi. Hoeveel krijgen we? Krijgen toch wel 7000 euro? Jip. Toch? Hallo? Krijgen we 7000 euro? Krijg ik mijn geld nog oud trouwens? Hallo? Heb ik, die bounty is er nog steeds, hè. Weet je, als hun hem zo killen. Ja, hier, kijk. Hier, $9000. Zo, mooi. Wil je weer een beetje geld bij elkaar gesprokkeld? Zo gaat het, jongens. Sommige, als je niet weet hoe je geld moet verdienen. Races, missies, bounty, alles op de naam. En dan kom je op een gegeven moment bij heel veel geld. Dus ja, hartstikke mooi natuurlijk. We pakken even deze. Want, die is een beetje mad. Ik kom even. Oh ja, ik wil niet de politie raken. Ik wil die poepgast raken. Oké, oh gas. Die gast kan ook niet rijden. Oh, vooruit. Ik wil die auto hebben, niet jou. Zo, nou moet ik hem niet kwijtraken. Oké, kom hier joh, scherp. Nou, botst hij niet nergens tegenaan? Ah, gedist.
Hoppa, die hebben we ook gekild. Zo, gast op de plank. Ik probeer mijn mental steeds, zeg maar, dat ik heet uit bij veel mad wordt, zeg maar, zo'n rood bolletje wordt, probeer ik te verhogen. Want dan kan ik gewoon lekker voor mensen killen en zo. En dan kom ik een beetje in leuke lobby's om video's te maken. Want normaal kom ik echt in zo'n saaie lobby waar echt helemaal niemand iets doet. En soms iemand van het dak afspringt. Dan staat er, I'm dead. En dan is hij helemaal blij, want die staat in de beschrijving of zo, weet je. Ja. Gast, schijt aan je dikkerij. Ik ga niet zomaar allemaal dingen in je beschrijving zetten. Oké. Maar oké. Oké, boeit helemaal niks. We gaan nu even die gast killen. Ik vind het helemaal leuk. Oké. Epipistol. Oké, nou weet je wat, ik smeer hem even. Want ik moet hier eigenlijk nog nieuwe banden onder zetten. Ik kan het wel even snel doen, dat doen we gewoon even. Het zijn de Cheetah RR banden, want die banden vind ik best vet. En die zijn ook super vet. Oh, remmen. Zo. En trouwens, ik moet eigenlijk Truno Red hebben, want deze kleur red vind ik gewoon niet uitblinkend. Maar dat maakt niet uit. Doen we la. Oh, shit! Ah, oh, er lag een stikbom. En dan moest volgens mij voor iemand in de garage. Er lag zo'n landmijn. En ik tikte even het bureau aan. Oh, dan moet hij wel heel veel, pokken veel geld betalen aan mij. What the shit, dude. Dat is echt klote, zeg. En dat was die gozer die wij wilden killen. Die was het. Oh, dat was wel heel knap van hem. Hij had ook vet veel geluk. Want eigenlijk zou dat niet kunnen gebeuren. Oké. 8545 dollar erop gooien. En yes, and let's do this. Oké, we hebben $38,000. We gaan niet even die banden verwisselen. Slecht idee van mij. Want nu is mijn Centurion al kapot. Kijken of iemand kunnen snipen. Ja, oh, die brawler. Shit, dat is de brawler, toch? Nee, laat maar, gelukkig. Dat is de bravado. Ik moet eigenlijk een keer weer een autootje inleveren. Ik lever bijna nooit mijn auto's in. Omdat ik het een beetje makkelijk geld vind verdienen. Dat vind ik een beetje zielig. Voor andere mensen. Aardig ben ik, hè? Nee. Ik probeer zoveel mogelijk mensen door de kop te schieten. Kijk, ik doe even een mooi vuurwerkje. Zal ik vuurwerk doen? Nou, boeiend, doe ik niet. Ik wil eigenlijk een RPG hebben. Maar je hebt ook nu zo'n automatische lock ding wat je kan gebruiken. Oké, nou moet ik wel even. Weet je wat, nu bel ik gewoon de. Ken ik. En dan gaan we gewoon even voor de jester. Ik ga niet al die auto's weer even terugbreiden, want dat doe ik wel een andere keer. Maar ik ga gewoon de jester nemen. En dan vind ik het allemaal mooi. De Jester dus rijdt ook best fijn. Heel erg fijn vind ik. Die heeft een hele goede wegligging. Zo. Ik ga ze op de plank. Oké. Oké, waar is de bounty? Nou. Die is helemaal bovenaan de map. Daar ga ik niet meer heen. 1 minuut. Ik denk dat de video afkap. Jongens, zeg alsjeblieft even een leuke reactie in de comments. Weet je wat er nog een code wordt? Een code wordt. Als je deze video helemaal hebt afgekeken. Dan moet je dit woord in een reactie zetten. Zeggen we. Zet het woord. Knal. Dus K-N-A-L. Dat zet je in de reacties. Als je dat niet kan, doe gewoon een likeje omhoog. Want sommige, als je op telefoon kijkt, volgens mij kan je niets. Kan je moeilijk een reactie erin gooien, volgens mij. Dat is boeiend. Maar dan geef je gewoon een likeje en dan weet ik veel. Dan moet je gewoon een likeje geven. En ook een likeje natuurlijk. En abonneer even op mijn kanaal als dit een nieuwe video voor jou is. Ik zeg natuurlijk, abonneer even voor meer. Vond je het leuk, laat een like achter. Het codewoord is knal. Dus dat is hartstikke leuk. Dat is cool. Abonneer even voor meer. En au revoir.